De grootste uitdaging voor Tassimat zal zijn, denk ik, in functie van het aanbod laag en hoog, nog de gewone bedrijfswerking te kunnen garanderen wat betreft opslag, wat betreft uitkeuring, wat betreft naar verkoop toe te kunnen antwoorden op de veranderlijke vraag van dat moment. Go for Circle, denk ik, zal cruciaal zijn om in een aanloopfase of een beginfase de nodige problemen door te melden, dat men met een realistische kijk van zaken het systeem kan bijsleutelen waar nodig. De belangrijkste wettelijke wijzigingen die er dit jaar zijn geweest, is zeker op vlak van het eenheidsreglement en de VLAREMA, waar dat er een beperking is gekomen op de vlotte, de delen en de fysieke verontreiniging in bepaalde afvalstromen. En we zien wel ook middels gerichte controles die er gebeuren, dat heel veel non-conforme materialen aan onze markt worden aangeboden ter verwerking. En dat wij ook middels alle kennis die we al hebben opgebouwd, dat wij geïnvesteerd hebben in installaties die daarvoor geschikt zijn. En ook heel wat materialen een nieuw leven kunnen schenken via de technieken die wij allemaal kunnen presenteren. Go for Circle als overkoepelende federatie voor ons is een heel belangrijk medium, omdat wij middels de werkgroep heel wat contacten hebben met de overheden, waar dat een wederzijds contact is, eigenlijk een uitwisseling van initiatieven en van adviezen, zodat we ook heel kort op de bal kunnen spelen en ook waar dat wij als sector menen dat het anders kan, dat ook zo aan de overheid zullen overbrengen. Les plus grandes réalisations que nous avons fait au niveau wallon, c'est de trouver un consensus avec les intercommunales dans la gestion des déchets industriels et que ce consensus est confirmé dans le plan wallon des déchets. Au niveau bruxellois, nous n'avons pas réussi ce consensus avec l'acteur public, donc nous avons dû aller en justice et nous avons défendu nos membres ardemment, efficacement et nous avons obtenu gain de cause début mai 2018 avec une décision importante du tribunal de première instance. Voilà, en opdracht van de federale overheid heeft Go for Circle een studie gemaakt rond de verschillende problematieken van kunststofverpakkingen, deze in kaart gebracht en de juiste adviezen gegeven om problematieken rond sortering en herinzetten van materialen te voorkomen. Als federatie wensen we dan ook de producenten van verpakkingsmaterialen te sensibiliseren dat wij een juiste aanpak hebben rond het kwalitatief uitsorteren van de kunststofverpakkingen en ook het herinzetten van de kunststofverpakkingen op de juiste manier. On a enfin des objectifs clairs. Le Circular Economy Package va nous permettre de pousser à augmenter le recyclage et la valorisation de certaines matières. Il y a moyen de faire mieux. Je crois qu'en Europe, en Belgique en particulier, on est déjà très loin. Et il faudra maintenant viser pour recycler plus, pour mettre plus sur le marché les matériaux recyclés. Dans l'économie circulaire, Go for Circle a été très actif pour obtenir des critères qui soient réalistes, des critères qui soient applicables, des critères qui permettent de préparer les déchets en vue du recyclage. Je crois que les taux de recyclage pourraient être meilleurs, mais bon, c'est un compromis au sein de toute l'Europe et il fallait quelque part mettre la latte quelque part, au moins dans un premier temps. Espérons qu'après on pourra la remettre plus haut.